Zo, goedenavond allemaal. Nou, we doen nog even een spontane live tussendoor, want we zijn heel eventjes thuis. Morgen even een dagje op de zaak. Dus morgen vroeg, maandagochtend, om 9 uur, dan doen we sowieso weer even een tikkie live. Want we hebben natuurlijk zoveel nieuwe spulletjes binnengekregen. Die willen we jullie graag even laten zien. Joyce heeft natuurlijk donderdag al even een tikkie live tussendoor gedaan. Maar ik laat jullie morgen vroeg om 9 uur even de rest nog zien. En we waren nu toch thuis, dus ik denk, nou, ik ga even live nog het een en ander aan jullie laten zien. Want de nieuwe kraftlab is natuurlijk intussen binnengekomen. En daar ben ik natuurlijk stiekem op vakantie al wel een beetje mee aan het spelen gegaan. Dus ga ik jullie lekker eventjes laten zien. Ik denk dat jullie de meeste artikelen al wel voorbij hebben zien komen. Ik ga hier even alles goed zetten, dat ik jullie ook kan lezen. Kunnen we eventjes bijkletsen. Zo, ja, zo kan ik jullie ook lezen. Nou, er is natuurlijk weer een nieuwe collectie van Kraftlab in de winkel gekomen. Dit kaartje had ik jullie al wel laten zien. Dat heb ik dus gemaakt met de nieuwe Slimline Inlay. En die inlay, dat is een nieuwe stans. En die kun je dus op alle bestaande Slimline stansen van Kraftlab kun je die gebruiken. Dat is natuurlijk tof. Hier heb ik hem uit cardstock gedaan. En ik ga het jullie vanavond laten zien hoe je dat ook met inkt kunt doen. Nou, die mal die ziet er als volgt uit. Het is dus een beetje zo'n soort overlay stansmal op slimline formaat met tropische bladeren. Kun je met cardstock doen, kan ook met inkt. En bij die set zitten ook nog eens wat losse blaadjes. Dat is natuurlijk ook tof. Die heb ik hier ook allemaal hier en daar tussen gestoken. Hier heb ik bijvoorbeeld met verschillende kleurtjes groen gewerkt. En dat kun je dan natuurlijk met die losse blaadjes kun je dat allemaal lekker weer op gaan vullen. Ik laat eerst nog even wat andere kaartjes zien. Ook gemaakt met diezelfde producten. Dat is wel leuk. Deze kaartjes zijn gemaakt door Linda. Kijk, deze is leuk. Dat achtergrondje, dat is met een mask stencil gemaakt. Die ga ik jullie zo ook laten zien. De nieuwe stempeltjes. Jungle Out There, dat zijn deze. Het zijn allemaal leuke stempeltjes met een tijgertje. En er zit een aapje in. En een leeuw zit erin. Die heb ik hier ook op dit kaartje heb ik ze weer gebruikt. Nou, hier heeft Linda ook in verschillende kleurtjes cardstock heeft ze deze slimline kaart gemaakt. Die leuke teksten die zitten trouwens ook bij die stempel set Jungle Out There. Party Animals en Roar voorbij een leeuw en Wild Birthday Wishes. Nou, dit is dus het andere kaartje wat Linda heeft gemaakt. En daar hebben we ook een nieuwe malle set bij, dat is deze. Die bestaat uit twee verschillende. Er zijn twee verschillende mask stencils van Studio Light. Dus onder Kraftlab. Met verschillende tropische blaadjes. En het leuke is, die kun je dus als je die over elkaar heen legt. Ik weet niet of je het precies zo goed kan zien. Vallen die afbeeldingen precies in elkaar. Dus dat wil zeggen dat je dus met verschillende kleurtjes inkt. Kun je dus een blaadjespatroon op de achtergrond maken. Zoals Linda bijvoorbeeld ook hier gedaan heeft. Dat kan natuurlijk in hardgroen. Kan ook in wat zachtere kleurtjes. Net wat je zelf leuk vindt. Ik heb samen met Linda op vakantie, heeft Linda er ook dit kaartje al meegemaakt. Die moeten we nog even op de foto zetten. Die komt dus nog online. Beetje wat fellere kleurtjes, dat is natuurlijk ook leuk. En ik had er, die moet ik jullie ook nog laten zien, op vakantie ook dit kaartje meegemaakt. Kijk, ook bijvoorbeeld dit achtergrondje heb ik ook gemaakt met deze keer de stressinktjes. Lekker met nat en eroverheen gespetterd. Kijk, en hier heb ik dan de blaadjes die bij die slimline stand zitten. Heb ik ook weer met inkt op kleur gebracht, zodat je weer een mooi geel krijgt. Want die blaadjesstanden, er zijn weer dezelfde patroontjes die in het mask stencil zitten. Dus kun je allemaal weer lekker met elkaar combineren. De collectie die heet Jungle Out There. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of jullie hem al gescoord hebben natuurlijk in de tussentijd. Want hij ligt natuurlijk alweer een paar dagjes in de winkels. Dus heb je hem gescoord? Nou, laat het ook lekker even zien in onze Facebookgroep natuurlijk, in Noor en zo. Vanaf woensdag is de winkel natuurlijk ook gewoon weer open. Kun je ook lekker in de winkel komen shoppen. We zijn natuurlijk voor de vakantie zijn we niet gesloten. We blijven gewoon open. Woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 4. Aankomende week is bijvoorbeeld zaterdag is Anouk er ook weer met de nieuwe collectie van Marianne. Die zal ik jullie ook morgen vroeg eventjes in de Tikkie Live nog een keer laten zien. Dus dan kun je alles ook bestellen. Morgen zijn we dus een dagje op de zaak, Jeroen en ik. Dus als je denkt van nou, ik ga morgen nog meedoen aan de Tikkie.
En ik heb al het een en ander staan. Dan kunnen we het ook morgen voor je afwerken. Nou, de weborders die gaan ook wel gewoon door in deze periode. Zal alleen in een iets lager tempo zijn. Omdat we allemaal één voor één eventjes op vakantie zijn. Dus met een iets lagere bezetting zijn als normaal. Maar we merken ook dat jullie ook met vakantie bezig zijn. Maar je kan dus wel gewoon bestellen en je kan gewoon naar de winkel komen. Wij gaan dus niet dicht. Dus ik ga vanavond nog lekker eventjes iets laten zien. Ik was daar op vakantie al een beetje mee begonnen. Maar ik ga jullie laten zien hoe je met inkt ook die mal in kunt kleuren. Ik ga hem niet helemaal afmaken vanavond. Ik wilde jullie zomaar gewoon even gezellig bijkletsen, omdat ik jullie al lang niet meer gehoord had. Kijk, hier heb ik dus ook het frame gebruikt. Dat ga ik zo meteen nog een keer doen. En ik wilde dus laten zien dat je dat ook prima kunt combineren met onze Ted of met een ander French diertje. Kan je ook natuurlijk met Frankie doen. Kijk, zie je hoe leuk dat is? Hier gaan we straks nog een achtergrondje opmaken met het nieuwe maskstencil wat ik hier heb liggen. Dus we gaan lekker aan de slag. Ik heb hem dus nog al een keertje eventjes gestanst. Ik heb dat natuurlijk uit aquarelpapier gedaan. Want we gaan lekker met nat en met inkt gaan we erop kliederen. Dus het wordt lekker een natte band. Ik zit even te zoeken waar ik een papiertje heb wat ik eronder kan leggen. Wat voor aquarelpapier je gebruikt, dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Neem een lekker stevig aquarelpapiertje. Ik zei al tegen Linda op vakantie, het is ook gewoon tof als je hem eventueel in het wit zou doen. Dat wilden we eerst eigenlijk doen. Wit, en dan kun je natuurlijk ook met groene kleurtjes erachter gaan werken. Maar toen dacht ik, nou, ik ga hem toch heel licht een kleurtje geven met inkt. Dat kan natuurlijk ook. En je kan natuurlijk met Memento inkt kun je werken. Je kan met ijsink inktjes kan je werken, met Harmony. Ik had toevallig op vakantie had ik alleen maar even wat kleine distressjes bij die ik nog had. Want ik denk, ja, die zijn lekker makkelijk meenemen. Zijn niet zo groot. Dus die neem ik er nu ook eventjes bij. Dus maakt niet zo heel veel uit wat je gebruikt aan inkt. Het kan eigenlijk allemaal. Zoek gewoon wat leuke groene kleurtjes bij elkaar. Bruin kun je er natuurlijk ook prima mee combineren. Net wat je zelf tof vindt. En nou, wil je dat mooi netjes beinkten, dan is het wel handig om met een blending borsteltje te werken. Ook hier heb ik natuurlijk een oudje van. Maar we hebben natuurlijk in de winkel hebben we die blending borsteltjes van Studio Light hebben we voor jullie. En ik heb hier in het lijstje bovenaan bij mijn lijf heb ik de materialen natuurlijk allemaal eventjes vermeld. Die ik gebruik. Dus daar kun je alles even terugvinden. Nou, je kan het ook roepen als je niet weet wat ik gebruikt heb. Dan zoek ik het even voor je op. En ik zal ook proberen morgen vroeg als ik in de winkel ben alles eventjes live ook aan jullie te laten zien. Nou, ik merk voor mezelf dat ik steeds beter uit de voeten kan met die borsteltjes. We hebben vaak de discussie van moet je grote of kleine borsteltjes gebruiken. Dus net wat je zelf fijn vindt. Ik merk zelf de laatste tijd dat ik het handig vind om gewoon het borsteltje zelf tussen mijn vingers te houden. Want dan heb ik iets betere grip. En dan kan ik beter bepalen waar ik de inkt wil. Dus het is leuk met deze inkt om hem langs de randjes dus wat harder aan te zetten. En dan heb je eigenlijk het restant van je inkt wat je op je borsteltje hebt zitten. Daarmee blender je hem een beetje uit naar het midden. Blenderen, dat is toch geen woord, of wel? Of je waaiert hem een beetje uit. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen in het Nederlands. Maar jullie weten vast wel wat ik bedoel. Dus ik heb eerst een beetje een lichter kleurtje genomen. En dan ga ik nu verder met een wat donkerder kleurtje groen. Maar nogmaals, kijk gewoon wat je in de kast hebt liggen. Kijk, deze is dan weer een beetje donkerder. Dat is dan mooi, zien jullie het verschil? En dan lijkt het net of je er een beetje schaduw in krijgt. En het handigste is dat je dus gewoon je werk met je meedraait, vind ik zelf. Zodat je altijd met het blending borsteltje naar je toe kunt draaien. Zo werkt het eigenlijk ook met een blending tool. Je kan dit natuurlijk ook met een blending tooltje doen, hè? Een tooltje op een borsteltje. Werk ik zelf ook altijd graag mee. Dus gebruik gewoon voor jezelf wat je zelf fijn vindt. Maar ik wil hem toch een beetje subtiel houden. Ik wil hem niet al te donker. Wat ik wel doe is dat ik hier gewoon aan de binnenkant op de puntjes van die blaadjes nog een beetje inkt aanbreng. En zo doe je daar eigenlijk een beetje naar eigen idee. Hoe harder je drukt, hoe meer inkt dat je natuurlijk krijgt. Denk je van nou, op sommige plekken is hij wel heel hard. Dan ga je er gewoon nog even met je borsteltje overheen. En dan waaier je de inkt voor jezelf nog een beetje uit.
Nou, ik ben inderdaad wel benieuwd wie deze mal ook al heeft kunnen scoren. Hij ligt natuurlijk ook bij Boekenvoordeel in de winkels. Hij ligt bij ons in de winkel. Dus je hebt genoeg plekjes waar je hem kunt krijgen. Zo. Dan moet ik eigenlijk even een doekje hebben. Ik heb hier eigenlijk alles wel binnen handbereik liggen. Dat is wel makkelijk. Kijk, en wat het leuke is met een water reactive inkt. Ik denk dat de meesten van jullie het ook wel weten. Kun je dus lekker met nat overheen. Dep je het een beetje af. En dan neemt hij daar dus de inkt, neemt hij weg. Ik zei ook al op de camping, als je dat niet bij de hand hebt, is dat niet erg. Als je het dus droog blaast met een heat tool, vind ik dat je nog mooier effect krijgt. Dat hij dan nog beter de inkt wegneemt op de plaatsen waar jij dat wilt. Maar je kan het ook gewoon eventjes aan de lucht laten drogen. Kijk, zo krijg je gewoon een heel mooi verloop van inkten. Dus deze leg ik heel even opzij om te drogen. Het is ook wel zoiets dat het een beetje laagje over laagje is. Dat merkte ik ook toen ik met deze bezig was. Ik had er daarna nog een beetje overheen gespetterd. Kijk, zie je dat hier? Ook met spetters uit de Distress inkt kun je dat doen. Je kan ook met de witte spetterpen kun je er overheen. Nou, ik heb hier achter mijn basis heb ik dus een wit slimline formaatje even gesneden. Daar ben ik al tetjes achter gaan plakken. Die gluurt dan zo lekker door de jungle naar buiten. Ja, Aafke, ik maak inderdaad zelf ook heel veel kaarten. Hè? Ook voor onze winkel. Maar het is niet de bedoeling inderdaad om reclame te maken hier voor andere groepen. Daar zijn heel veel andere groepen voor. Oh, Melissa, jij hebt hem ook inderdaad al, hè, de mal. Nou, en er is inderdaad ook een hoop kerst uitgekomen deze maand. Dat klopt inderdaad ook. Daar heb ik ook al een kaartje mee gemaakt. Ik heb nog hartstikke veel wat ik jullie niet heb laten zien. Maar we hebben natuurlijk, kijk deze, die kan ik nu ook al wel eventjes verklappen. Er is natuurlijk vorige week ook een notenkrakertje uitgekomen met Ted. Niet met Ted, die kun je op Ted of op Frankie of op Buddy kun je die gebruiken. Een kleertje, een truitje, een mutsje om een notenkraker te maken. Snorretje zit erbij, dan zit er nog een klein trommeltje zit erbij. Superleuk en we hebben ook deze maand nieuwe Word-standjes met teksten. En dat zijn Nederlandse en Engelse kerstteksten. Ja, deze is leuk hè, deze serie ook. Dus kijk gewoon wat je leuk vindt. Of je kerst leuk vindt of toch liever jungle. We proberen iedere maand wel van alles te brengen. Oh kijk, ik heb hier nog over doosjes gesproken. Hè. We hadden het laatst over dat ik geen doosjes heb. Ik heb er stiekem wel een paar. Hier had ik nog een zittend tetje gemaakt met een trommeltje in zijn hand uit de notenkraker. Moet ook nog op een kaartje komen. Dit is weer een ander notenkrakertje. Hier heb ik Ted ook weer de laarsjes aangegeven die bij de notenkrakerset zitten. Dus dat kan ook allemaal. Dus er is weer zoveel leuk nieuws. Dus ik ben toch blij. Mariska zei het al. Want ik dacht dat jij niks mee zou nemen op vakantie. Nou, dat was eigenlijk ook niet de bedoeling. Maar ik had zoveel nieuwe spullen net voordat we weggingen. Toen dacht ik van nou, ik maak toch maar een klein tasje. En ik heb toch al wel het een en ander gedaan inderdaad op vakantie. Ik ben wel benieuwd. Nemen jullie ook altijd spulletjes mee of helemaal niks? Ik moet zeggen, ik heb de afgelopen jaren heb ik eigenlijk heel weinig meegenomen. Maar dit jaar dacht ik, ik ga toch even het een en ander meenemen. Ik ga even naar mijn witte ondergrondje. Daar heb ik dus een half centimetertje kleiner gesneden dan mijn tropical slimline stand. Zoals je hier ziet, ik ga hem wel lekker plain houden. Ik hou hem lekker fris. Maar op deze achtergrond wil ik dus zometeen dat blaadjespatroon aan gaan brengen. Ik denk dat ik het even met een stukje mandentape vast ga zetten. Dat hoef je niet te doen. Ik doe dat zelf altijd wel tegen het schuiven. Ja, Desiree, dat is precies ook wat ik had. Ik probeer weinig mee te nemen, maar ja, eerder dat het dan uitgespeeld is, heb ik toch eigenlijk meestal best wel weer veel stiekem klaarstaan. Ben benieuwd hoe klein dat tasje is. Ik heb gewoon de tas van... ik heb hier toevallig achter me staan. Zal ik hem laten zien, Juliette? Kijk, ik heb gewoon een heel net klein tote bagje.
Daar zit mijn kleine stansmachine in. Die kan ik jullie nu trouwens ook laten zien. Want die sleep ik eigenlijk al wel een hele tijd mee. Dus ik heb echt alleen deze stansmachine bij. Daar hebben we ook echt maanden trouwens op moeten wachten. Hè? Die Heavy Doodle. Deze, jij hebt hem ook, hè? Kijk, dit is echt een inimini. Ik heb hem nu in de aanbieding gedaan voor jullie. We hebben er echt maanden op moeten wachten totdat we hem weer binnenkregen. Hij is nu van €64,99 voor €54,99. We konden wel maar 25 machines krijgen. Dus daar moeten we het even mee doen. Hij is klein, hij is compact. Kijk hoe klein dat die is. Zo smal. Dus die heb ik gewoon in die tote heb ik die zitten. De snijplaatjes en alles zitten erbij. Die plaatjes zijn natuurlijk zoals alle andere plaatjes van kleine stansmachines. Die zijn 76 mm breed. Dus echt die slimlines en zo kun je natuurlijk niet mee stansen. Maar gewoon tetjes in elkaar zetten en al dat kleine prutspul. Dat kun je dan lekker op vakantie gaan zitten doen. Jij hebt hem ook inderdaad, Petra. Je hebt hem een keer gewonnen. Onderop heb je een beetje zo'n soft grip. Dus dat hij op je werkblad niet wegglijdt. En dan krijg je verder, krijg je er dit nog bij. Dan hoef je er niet per se onder te zetten. Maar als je denkt van nou, ik wil iets meer grip. Kijken dat ik het goed doe. Ik ga hem even zo neerzetten. Dan kun je dit onderplaatje kun je nog eronder schuiven. Ik schuif hem even buiten beeld in elkaar. Maar dat is dus een echt campingstandsmachientje. Linda had de mini trouvaille, die heb ik op de zaak ook wel. Maar deze is echt nog een stukje kleiner om mee te nemen. Dus die is echt super compact. Hij is dus van Heavy Doodle. En het toffe is, als je hem aanschaft, krijg je er ook nog een heel leuk stansmalletje bij van dit beertje. Wat je op de stansmachine ziet staan. Oh, en deze is ook weer terug. Hè. Deze, ik heb jou ook gemist hoor, met die knutsel mee met ons twee. Maar dat gaan we vast binnenkort ook snel weer doen. Nou, dat is dus mijn kleine stansmachine. Ik dwaal weer lekker af, want ik ging even mijn mallettape pakken. Zodat ik mijn mask stencil eventjes vast kon zetten. Nogmaals, je hoeft dat niet te doen. Lin deed dat bijvoorbeeld niet. Die doet het zo uit de losse hand. Maar bij mij schuift dat altijd alle kanten op. En dan gaat heel mijn blaadje dus verpest worden. Dus ik neem even het zekere voor het onzekere en ik zet hem lekker vast. Met een stukje tape. Je kan, ik denk dat ik deze natuurlijk ook in twee keer moet gaan doen. Want het stenseltje is natuurlijk maar A6. En mijn papiertje was slimline formaat. En ik ga hem wel heel subtiel doen, mijn blaadjespatroon. Want mijn tropische slimline mal komt er natuurlijk overheen. Het is maar net dat het wit een beetje van mijn achtergrondje af is, dacht ik. Kijk, en als je hem dus wilt verlengen, dat spreekt op zich denk ik wel voor zich. Hier heb je dus zo'n hoekje, die laat ik dan natuurlijk even zitten. En ook dit halfje natuurlijk. Ik ga alleen een beetje de hele blaadjes ga ik doen. Dus we verleggen hem even en dan ga ik ook weer met mijn lichtste kleurtje Distress nog even verder. En hier kan ik dan wel zo'n halfje nog even mee pakken. Nou, dan ga ik naar het andere stencil. Dan ga ik met het donkerdere kleurtje inkt aan de slag. Oh, dat is ook inderdaad ook lekker. Anna, als je natuurlijk vakantie hebt, dan heb je lekker de tijd om te knutselen. Dat dacht ik inderdaad ook op de camping. Dan denk je, ja, niks moet. Maar soms heb ik daar toch gewoon wel even zin in. Als je een verloren uurtje hebt. Ja, deze jij bent ook echt aan het afkicken, hè, met knutselen. Maar daar is het ook vakantie voor, dames. Kijk, als je een beetje vogelt, dan vind je precies lege stukken waar het tweede stencil weer in past. En nu neem ik dus lekker mijn donkerdere kleurtje inkt. En ik zet hem lekker zacht aan, want mijn slimlijn komt er dus zo meteen overheen. Hier heb ik hier onderaan dus weer dat halfje, dus die ga ik natuurlijk weer niet doen.
Kijk, en dan vallen die plaatjes vallen er precies tussen. En zo heb je het in twee verschillende kleurtjes inkt heb je het gedaan. Je kunt ook met het teveel wat nog aan je kwast zit, zou je dus ook je achtergrondje nog een heel klein beetje mee kunnen kleuren als je dat mooi vindt. Kijk, zie je hoe tof dat mask is? En dan ga ik aan de onderkant natuurlijk nog een keer mijn stencil verleggen. Verloren uurtjes, och. Hebben jullie die nooit? Nou, ik wel hoor. Ik maak gewoon altijd voor mezelf verloren uurtjes. En ik maak ook voor mezelf altijd gewoon knutseltijd. Want er is natuurlijk altijd wel iets wat belangrijker is, toch? Om te doen. Ik ben vandaag even thuis, dus ik heb gewoon lekker alweer heel veel wasjes gedraaid. En dan tussendoor, dan knutselen we lekker. Moet kunnen, toch? Hopla. Nou, deze is toch wel heel tof, hè, dames? Kijk dan. Dus dit zijn de twee mask stencils van Craftlab. Zijn onze eerste mask stencils. En dat zijn dus die zogeheten layering masks. Die je precies over elkaar heen kunt gebruiken. Ik heb ze voor jullie in het lijstje gezet. Hier ga ik nog even zo voorzichtig met mijn blending borsteltje overheen. Gewoon het teveel wat nog een beetje aan mijn kwastje zit. Dan krijg je het een beetje mooi subtiel achtergrondje krijg je dan. Kijk, en had ik bedacht om hier zo meteen mijn standsmal overheen te zetten. En ik denk dat het dan leuk is, ik denk dat dat precies past, om op die randjes van die Tropical Slimline stans ook weer de foamstrips te gebruiken. Ik weet bijna wel zeker dat die precies op het randje passen. Ja, Peter, dat moet je gewoon doen. Gewoon lekker een knutseluurtje is ook gewoon ontspanning. Hè? Ik heb dat natuurlijk zelf ook. Ik heb best wel heel druk. En dan soms 's avonds of ook wel eens overdag. Ga ik gewoon lekker zitten. Ik heb natuurlijk altijd het excuus dat knutselen voor mij ook nog werk is. Dus dat geluk heb ik. Ja, zie je dat? Die foamstripjes van JJ, die passen weer precies op het randje. Oh, Annemiek, jij last gewoon een hele knutseldag in. Dat is helemaal een feestje. Ik moet zeggen, dat lukt mij dan meestal niet. Dan moet ik zeggen, Linda en ik hebben eigenlijk gisteren op de camping gewoon buiten bijna wel heel de dag zitten knutselen. We hadden een dagje geen zin om naar het strand te gaan. En er was van alles van sport volgens mij op tv, wat de mannen ook buiten gingen kijken. Dus hebben we lekker onze knutselspullen voor de dag gehaald. Nou, dit is even een beetje een precies werkje. Dat moet je wel even netjes doen, anders zit je foam. Komt langs je frame uit, dat is natuurlijk niet zo netjes. Zo. Maar wat ik vooral leuk vind als de nieuwe Craftlab collectie er weer is. Dat is natuurlijk om jullie te laten zien dat je dus de bestaande collectie ook weer prima kunt combineren met de nieuwe spulletjes die uitkomen. Nou, dat is ook lekker, Anita. Je nieuwe knutselplek helemaal in gaan richten. Kun je alles lekker een plekje geven. Zo. Ga ik even de beschermfolietjes eraf halen. En ik had dus mijn slimline stans ook gestanst uit 300 gram aquarelpapier. Dan kan het ook een beetje wat hebben.
Nou, ik zie dat sommigen nog lekker vakantie te goed hebben. Dat is natuurlijk ook een lekker vooruitzicht. Ja, en Anne, je kan natuurlijk ook je kraftlab ook weer prima combineren met Dutch Doradoe bijvoorbeeld, hè? Dus nogmaals, dames, gewoon voor jezelf af en toe even knutseltijd maken, want anders komt het er gewoon niet van. Even lekker aan het friemelen, die beschermfolie eraf. En dan moet ik even een beetje voorzichtig doen. Anders beschadig ik natuurlijk mijn framepje. Voor de mensen die misschien net inschakelen, die denken, wat ben jij aan het doen? Ja, jullie zitten even tegen de achterkant aan te kijken. Maar ik ben een heel leuk jungle tafereeltje aan het maken. Nogmaals, morgenochtend, dus maandagochtend om 9 uur. Dan ben ik lekker even in de winkel met Joyce en met Jeroen. En dan gaan we om 9 uur nog even een tikkie live doen. En die ordertjes, als je dat wilt, die kunnen morgen ook afgewerkt worden. Dan heb je het lekker deze week nog in huis. Nou, na morgen gaat Joyce ook eventjes lekker op vakantie. Maar de andere meiden die houden natuurlijk gewoon de winkel aan de praat. En ook de webshop. Dus je kan gewoon blijven bestellen en lekker langskomen. Ik doe even een slokje tussendoor. Oh, Ellie, ben je lekker mee aan het knutselen? Dat is helemaal gezellig. Kijk, dit wordt mijn framepie. Dus ik wil hem natuurlijk een beetje in 3D. Kijk dat ik hem netjes opgeplakt krijg. Als ik er niet met mijn snuffie helemaal goed boven zit. Ik denk het wel. Oh, kijk nou hoe leuk dat die wordt. Kijk, dit wordt mijn toffe jungle framepje. Kijk dan, ik heb hier dus een 3D frame van gemaakt. Hier zit dus ruimte tussen. Dus ik heb op de achtergrond heb ik een achtergrondje gemaakt met het nieuwe mask stencil van de jungle. Uit de nieuwe Kraftlab collectie. En daarbovenop heb ik dus het nieuwe jungle slimline frame gebruikt. Ik heb jullie ook in het begin van het filmpje laten zien hoe ik die dus op kleur gemaakt heb. Je kan er ook nog lekker overheen spetteren. Je kan er met een spetterpen kun je er nog overheen. Je kan nog wat accentjes maken met een Molotov marker. Of met een signo-pen, kan allemaal. Nou, ik ga deze nog lekker op mijn gemakje afwerken. Kijk, hier had ik al een tetje achteruit laten piepen. Hier komt Molly. Die hangt ook in de lianen. Dus dit kaartje ga ik nog even afmaken. Maar ik wilde jullie in ieder geval even de nieuwe collectie laten zien. Eventjes bijkletsen. Was te lang geleden, een week om precies te zijn. Maar het voelt al veel langer. Morgen vroeg ben ik er dus om 9 uur. Vanuit de winkel, dan kun je lekker kijken en vragen wat je graag wilt zien. Kletsen we jullie weer even bij. Laat ik al het nieuws zien wat binnen is. Dutch Doradoe is natuurlijk binnen, heb ik jullie nog niet laten zien. Nieuwe Kraftlab, nieuwe Marianne is binnen. Ik denk dat alle kaartjes van Nathalie, van de Monster Demo van Elizabeth Craft er nog staan. Dus dat laat ik jullie morgen vroeg allemaal zien. Dank ik jullie nu in ieder geval voor het kijken. Ik vond het gezellig dat jullie er weer bij waren. En dan zie ik jullie heel graag morgen vroeg. Een fijne avond nog en tot dan! Doeg!